In de gemeente Drimmelen werken wij dorpsgericht. Dorpsgericht werken is een manier van werken waarbij we onze bewoners serieus nemen en betrekken. We betrekken ze bij beleid, maar ook bij uitvoering van de plannen. Een vernieuwend voorbeeld van de dorpsgericht werken is onze Meet & Match bijeenkomst. Daarin krijgen burgers, maar ook allerlei organisaties de mogelijkheid om hun idee, hun plan te presenteren in 1 minuut tijd, heel kort, en gaan daar vervolgens met allerlei organisaties aan tafel om te kijken hoe kunnen we dit idee tot uitvoering brengen. En heel concreet is daar het badmintonnen voor mensen met lichamelijke beperking een realiteit. Mensen zijn volop aan het badmintonnen. Gemeente Drimmelen, Zundert en Moerdijk hebben samen met GGD West-Brabant hebben die een werkgroep en die heet Samen Sterk in Maatwerk. En binnen die werkgroep is burgerparticipatie heel belangrijk. Ze willen namelijk burgers meer gaan betrekken bij gezondheid en om die reden hebben ze een vraag gesteld bij de academische werkplaats om een toolkit te ontwikkelen. We zijn eerst uitgebreid met de werkgroep in gesprek gegaan. We hebben gekeken wat is nou echt belangrijk en wat moeten we nou in kaart gaan brengen en hoe kunnen we ook ervoor zorgen dat het ook echt gebruikt gaat worden. Toen hebben we een literatuuronderzoek uitgevoerd om te kijken wat er allemaal al is, landelijk en internationaal. En hebben we ook best practices in kaart gebracht om te kijken wat kunnen we leren van andere beleidsterreinen. Zo hebben we dat weer teruggekoppeld naar de werkgroep en hebben we gekeken hoe kunnen we dit nou handzaam maken. En zo is de toolkit ontwikkeld. Medewerkers van gemeente en GGD kunnen de toolkit heel handzaam inzetten als ze burgers willen betrekken. Heel concreet zou je kunnen denken aan een schouw waarbij je met bewoners, beleidsmedewerkers, eventueel een burgemeester naar buiten gaat om te kijken wat zijn de thema's die belangrijk zijn en hoe kun je die samen aan gaan pakken. Het is heel belangrijk om een academische werkplaats hierbij in te schakelen, omdat die toch met hele andere dingen komen, zoals bijvoorbeeld de literatuurstudie en het opzetten van zo'n toolkit. Ik zou tegen de collega's van GGD en gemeente willen zeggen, heb je dingen op het gebied van gezondheidszorg en heb je daar vragen over, neem contact op met de academische werkplaats. Samen kom je verder.